drugs. Gedogen of legaliseren? Althusius organiseerde een debat tussen Glastra van Loon en Van de Kamp. De erkende tegenstander van drugslegalisering en iemand die zegt vooral normaliseren, namelijk Glastra van Loon. Een debat in Amsterdam in het complex van de Oudemanhuispoort afgelopen week. Twee campanen tegenover elkaar over het onderwerp drugs. En met dit beeld van Cochipilli willen we toch even laten zien dat dat geen discussie is van vandaag of morgen. Maar drugs zijn een deel van de samenleving. En dit beeld dat teruggaat naar Mexico, ongeveer 300 na Christus, laat dat zien. De god van de geestverruimende middelen was Cochipilli. Misschien in die tijd geen politiek issue, maar zeker de laatste jaren in Nederland wel. Met aan de ene kant een gedoogbeleid voor de voordeur, zoals gezegd wordt, en de achterdeur. Hoe komen de softdrugs dan binnen, blijft een beetje vaag. In ieder geval niet wettelijk geregeld. Van de Kamp is heel duidelijk tegenstander van het drugsbeleid. Hij is Tweede Kamerlid van het CDA. Zijn tegenstander in dit debat is oud-staatssecretaris van Justitie, de heer Glastra van Loon. Hij is van D66 en ziet de zaak wat realistisch. Hij wil normaliseren. Hij wil niet handhaven, zoals zijn opponent Van de Kamp. Van de Kamp heeft zich heel duidelijk geprofileerd de laatste jaren als de grote tegenstander. De leider eigenlijk van de anti-drugs. Tweede Kamerleden van de beweging, CDA dus, maar ook van de rechterzijde. Nog wat beelden van uit San Francisco van de Digital Be-In. Een van die zogenaamde drugsfeesten. Die toch een beetje laten zien waar het om gaat. Het debat. Het woord is dus aan Glastra van Loon. Oké, bedankt. Ik zal mijn eerste beurt kort houden, omdat ik denk dat het beter is zoveel mogelijk discussie te hebben. Tussen ons, maar ik hoop daarna ook met de zaal. Ik ben een overtuigd tegenstander van het huidige, vooral onder regie van de Verenigde Staten, internationaal gevoerde drugsbestrijdingsbeleid. Ik vind het zelfs een rampzalig beleid, want het verbieden en vervolgen met bestraffing van handel en gebruik van drugs, en ik laat nu even het onderscheid dat wij in Nederland maken tussen zachte en harddrugs buiten beschouwing, dat is verfijning waar we later op terugkomen. Het verbieden en vervolgen en bestraffen van drugs, handel en gebruik maakt in feite, al is dat natuurlijk zo niet bedoeld, dat criminelen een soort monopolistische positie aangereikt wordt. En dat de criminelen, de mafiosi, een monopolistische positie wordt aangereikt in voornamelijk de handel van de drugs. En dat is een zo lucratieve bezigheid dat eigenlijk zij voortdurend sterker, machtiger, rijker worden in de ontwikkeling van de drugsbestrijding, terwijl de drugsbestrijders voortdurend minder vangen van wat er verhandeld wordt. Twee grove cijfers. Ik probeer niet het onderste uit de kant te halen hierbij. Maar als je rekent dat tegen de, tussen, laat ik het maar voorzichtig uitdrukken, 50-70% van de capaciteit van politie, justitie en gevangeniswezen wordt besteed aan criminaliteit die gerelateerd is aan drugs, drugs-related crime, dan kun je daaruit afmeten wat een gigantische verspilling van inspanning, mensen, geld er plaatsvindt om maar een illusie na te jagen dat die drugshandel de kop in zou kunnen worden gedrukt. Tot nu toe is dat in ieder geval niet alleen niet gelukt en het is al enkele decennia dat men daarmee bezig is, maar die handel groeit. Zoals ook in de meeste landen, of in ieder geval in veel landen, het gebruik groeit. Er is dus vanuit die optiek van we willen die drugshandel en drugsgebruik de kop indrukken, tot nu toe alleen maar een tegendeel van een succes te melden. Dat betekent niet dat er helemaal niets goeds gebeurt,
Maar het beste wat er tot nu toe gebeurt, ligt in de sfeer van de preventie. Genezing, als u wilt ook. Dat is de ene kant. De vervolging, verbod, vervolging, bestrijding van drugs, handel en gebruik, heeft een averechts effect. Vergroot de geldinkomsten van mensen die met die handel zich rijk maken. Andere kant zijn de gebruikers. Die worden namelijk in dit beleid, als je het zo noemen wilt, behalve hier in Nederland, dus de matige hashgebruikers, gecriminaliseerd. En daar moeten we niet gering over denken. Dat betekent dat zij niet alleen maar door anderen als criminelen worden beschouwd, maar voor een deel in ieder geval en voor een belangrijk deel als mensen een crimineel milieu in worden gedreven, of in ieder geval een ander milieu dan waarin ze een normale bestaan zouden kunnen leiden dan onder die druk van de criminalisering mogelijk is. Maar ze worden ook in hun eigen ogen mensen die niet helemaal deugen. En dat betekent dat ze in plaats van sterker te worden in hun verhouding tot drugs, zwakker worden gemaakt. Ik vind zowel het een als het andere rampzalig, maar ook verschrikkelijk kortzichtig als beleid. Dat je weet dat je een omgekeerd effect bereikt ten aanzien van de handel. En als je weet dat je de mensen die gebruikers zijn en die vervolgd en bestraft worden, alleen maar minder bereikbaar maakt voor wat je ze aan steun wilt geven, eventueel therapie wilt bieden. Wat het ook is dat hun levensomstandigheden kan verbeteren, dan dunkt mij dat je redenen hebt om achter je oren te krabben en je af te vragen of je niet een heel ander beleid zou moeten voeren. Nou, ik bepleit inderdaad een heel ander beleid. Ik ga dat nu niet meteen uit de doeken doen, want ik vind het belangrijkste om die twee redenen om er overtuigd tegen te zijn, duidelijk op het licht moeten komen. Maar ruw gezegd ben ik een voorstander van normalisatie van handel en gebruik van drugs op een soortgelijke voet als de handel en het gebruik van alcohol en tabak. Daar komen we nog wel over straks. Dank je. Dank u, meneer het gezas opzetten. Het woord is nu aan Van der Kamp. Als u het goed begrepen hebt, staan om zijn toon bij te zetten. Hij zal niet criticeren wat nodig is. Dames en heren, ik ga inderdaad even staan, omdat ik dan hopelijk iets duidelijker spreek. Ik zou ter inleiding op de discussie 6 opmerkingen willen maken. Op de eerste plaats het moment van deze discussie. Het maatschappelijk debat in Nederland over het legaliseren van drugs is verstomd. Ik vind het als filosofische exercitie buitengewoon prettig. Waar is de voorzitter nu gebleven? Om vanavond. Ik richt me nu even tot de organisatie. Buitengewoon nuttig om met u vanavond dit debat en deze exercitie aan te gaan. Maar na de drugsnota van mevrouw Zoetra en mevrouw Borst is het maatschappelijk debat in Nederland over legalisering van drugs verstomd. We hebben een modus vivendi gevonden, waarbij we een beperkt gedoogbeleid voeren ten aanzien van de softdrugs, waarbij we een min of meer genormaliseerde relatie met de heer Chirac onderhouden, en waarbij wij binnen de Nederlandse grenzen ons eigen beleid kunnen voeren. En zolang dat niet te veel onrust veroorzaakt bij de Europese partners, is er niks aan de hand. Maar, wat ik al zei, de vereniging vond het nuttig om er vanavond over te discussiëren en dat doe ik graag aan mee. Mijn tweede opmerking is, om het drugsbeleid, zoals de Christen Democraten, waar ik toe behoor, dat voeren in Nederland, wil ik twee inleidende opmerkingen maken. Op de eerste plaats wil ik iets zeggen over ons mensbeeld.
Wij als christendemocraten hebben een mensbeeld waarbij de mens niet afhankelijk mag zijn van drugs. Of dat nou alcohol is, of tabak, of cocaïne, of heroïne, of ecstasy, of goede nederwiet. Daar maken wij geen principieel onderscheid tussen. Een mens is een zelfstandig denkend wezen. Wij christendemocraten leggen daar een verticale relatie bij met de schepper. Maar er zijn talloze in Nederland die dat niet doen. Dat vind ik ieders goed recht. Maar ook in de humanistische kring hoor je toch wel dat de mens als een zelfstandig denkend wezen niet afhankelijk mag zijn van drugs. En in dat opzicht, voorzitter, dat doet soms pijn in Amsterdam. Binnen het CDA gaan wij niet uit van een absoluut zelfbeschikkingsrecht van de mens. De mens is een sociaal wezen, is afhankelijk van andere mensen en andere mensen letten ook op u en mij. En of u dat nou prettig vindt of niet, daar kan ik allerlei vreselijke paternalistische verhalen over houden. In een Nederlandse samenleving zoals de onze, die rijk en tolerant is, is het helemaal niet zo gek dat wij op elkaar letten. Vandaar ook, voorzitter, dat is mijn derde opmerking, dat het CDA voor een normerende overheid staat. Bij de christendemocraten in Nederland is de overheid niet neutraal, maar wij vinden dat wij als gekozen parlementariërs een zekere normatieve benadering op u mogen leggen, om het heel stringent uit te drukken. Maar wij zijn van mening dat vanuit die normerende overheid er ook een bescherming van de zwakken kan worden geboden. Het gekke is dat binnen de Tweede Kamer het CDA en de SP op één lijn zitten wat het drugsbeleid betreft. Dat was voor mij ook even wennen. Maar Jan Marijnissen die hield het standpunt dat met name de zwakkeren in onze samenleving, en of dat nou zeg maar intrinsiek is, of sociaal-economisch, of wat voor omstandigheid dan ook, dat met name de zwakkeren gebaat zijn bij een normatieve overheid. En een normatieve overheid die een drugsgebruik aan banden legt, respectievelijk te beperken. Voorzitter, mijn vierde opmerking gaat over Nederland als partner in de internationale gemeenschap. Ik heb dus eerst gezegd waarom deze discussie, want in Politiek Den Haag praten we er niet meer over. Het tweede element is wat voor mensbeeld drijft mij nu om dit soms wat rabiate standpunt in te nemen. Derde opmerking betreft het feit dat wij van mening zijn dat de overheid mag normeren, dat op een aantal punten de overheid zelfs moet normeren. Maar het vierde element, en Glastra van Loon refereerde daar al aan, maar in een totaal omgekeerde zin dan ik, Nederland als partner in de internationale gemeenschap. Het is een illusie om het drugsgebruik in Nederland te normaliseren, zonder daarbij rekening te houden met de Europese partners, respectievelijk de Verenigde Naties. Ik zie de relatie met de Europese partners en de Verenigde Naties niet als een must, maar als een zelfgekozen weg. Nederland is een internationaal getint land. Vanmiddag hoorde de heer Glastra van Loon en ik op een congres waar wij bij toeval gezamenlijk waren dat onze grondwet de meest internationale grondwet is. En als zodanig, ik zeg het wat paternalistisch, heeft Nederland zich te gedragen naar de internationale afspraken. Daar zijn de afgelopen jaren is daar het hele Europa en Schengen gebeuren bijgekomen. En naarmate de grenzen meer open gaan in Europa, wordt de individuele beleidsruimte van Nederland minder. En wij als christendemocraten vinden dat op zich een goede ontwikkeling. Er zitten natuurlijk best nadelen aan het feit dat wij ook bijerse mentaliteit in Europa krijgen. Maar goed, dat nemen wij op de koop toe. En tot slot, voorzitter, in dit verband handel en toerisme. Ik heb er geen enkele moeite mee om op een avond als deze het drugsbeleid in relatie te brengen tot de positie van Nederland binnen de EEG, binnen een open Europese markt en binnen een toeristisch bestel.
waarbij het dus blijkt dat Nederland zich wat dat betreft niet te ver van de mainstream kan afzonderen. Misschien mag ik nog één opmerking maken, voorzitter, tussendoor als het gaat over de Amerikanen. Ik moet u zeggen dat ik zelf enorme moeite heb met het dogmatische van de Christian Coalition in de VS. Ik moet u zeggen, ik behoor wel tot de Christen Democraten, maar ik ben ook wel eens bij de Christian Coalition binnen de Republikeinen op bezoek geweest. En dat is een dogmatiek en een starheid die mij in ieder geval niet aanspreekt. Ik weet dat zij invloedrijk zijn op het beleid ten aanzien van drugs in Amerika. Zeker ook de ruimte van Clinton beperken. Maar in zijn algemeenheid kunnen wij het Amerikaanse drugsbeleid volgen. Behouden ze dan de hulpverlening, maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Mijn vijfde opmerking betreft de relatie met het criminaliteitsbeeld. Ik vind het een wat gekunstelde, maar ook wat naïeve benadering. Als je zegt, wanneer we de drugs legaliseren, dan neemt de criminaliteit af. Heb ik niet gedacht? Nee, maar dat... Oh nee, sorry. Ik dacht dat het niet. Dit is misschien inderdaad een beetje... Maar het is wel waar trouwens. Het debat met de zaal is nog niet begonnen, dat komt zo dan. Ik bied mijn excuses aan, het was misschien een beetje een debattruc waar, waar u al direct op reageerde, maar... De criminaliteit zal ook bij legalisering niet afnemen. De criminaliteit zal zich eerder verplaatsen. We zien trouwens nu al dat de criminaliteit op dit moment, wat de omzetten betreft, zich veel meer helaas begeeft in de vrouwenhandel en met name in de mensenhandel, ook rond de asielproblematiek. Drugs is naar de tweede plaats verdrongen, hoe tragisch dat ook is. Ik heb overigens even met behulp van de NRC, de voorzitter, nagekeken wat het nou allemaal voorstelt, de criminaliteit in Nederland. Maar in de NRC van afgelopen zaterdag stond een buitengewoon effectief overzicht. In Nederland verdienen we met z'n allen 640 miljard gulden, het bruto binnenlandse product. Daarvan is 2 miljard 40 miljoen gulden afkomstig uit de cannabishandel en productie. En u weet dat wij onze cannabis grotendeels exporteren, wat weer tot irritatie leidt bij onze Europese partners. Het tweede punt is dat wij 720 miljoen gulden er omgaat, voor zover dat alles in te schatten, in de cocaïne en in de heroïne business. Dus die cijfers van een toenemende angst van drugscriminaliteit die onze maatschappij ontwricht, waar ik mijn kanttekening bij te plaatsen. Tot slot mijn zesde opmerking, de relatie met de hulpverlening. In de brief die wij van de vereniging mochten ontvangen, stond de zin dat het huidige Nederlandse drugsbeleid de hulpverlening blokkeert, respectievelijk verslaafden, in ieder geval niet ten goede komt. Ik vind dat een stelling uit het ongerijmde. De kern van het Nederlandse drugsbeleid is niet juist dat wij de afgelopen jaren een zeer terughoudend beleid hebben gevoerd, ook onder paars 1, voor wat betreft de voorziening van drugs, maar een buitengewoon goed en effectief beleid ten aanzien van de verslavingszorg. En iedere verslaafde in Nederland, er is eerder een overaanbod aan zorg dan een gebrek aan zorg. We hebben eerder binnen de drugs scene op dit moment problemen met de zogenaamde zorgweigerende junks dan met het feit dat mensen niet tot de zorg kunnen worden toegelaten. Hij ziet dan ook dat wij ook behoorlijk veel buitenlandse mensen nog steeds wat dat betreft helpen. Hoewel in Zuid-Limburg de irritatie zo groot is dat men daar de mensen uit Luik en Aken terugstuurt. Maar de stelling, voorzitter, wat mij betreft is dus dat het hulpverleningsbeleid op geen enkele manier schade ondervindt van een terughoudende voorzieningspolitiek. Dank u zeer. Dank. Oh, dus nu het woord aan Koster van Loon. Ja, nu ga ik er wel staan. Kijk, ik hoop dat u is opgevallen. Dat de heer Van den Kamp. Ik hoop dat u is opgevallen dat de heer Van den Kamp niet één opmerking, argument heeft gebruikt om mijn twee invalspunten te weerleggen. Dat was in de eerste plaats.
door het huidige verbod, door het hele drugsbestrijdingsbeleid van nu, schep je het monopolistische, lucratieve politie en handel voor criminelen. En het tweede was, je criminaliseert de gebruikers. En dan mag het zo zijn dat het aanbod van hulp, en dat hebben we gedaan, rijk is, zodat dat niet een schaarste luimer die geen probleem schuift. Maar de gebruiker zelf wordt gecriminaliseerd. En in vele gevallen is het voor die gebruiker niet alleen maar een kwestie van door anderen gecriminaliseerd worden, maar een noodzaak om middelen te krijgen voor het kopen van drugs. En dan begeeft hij zich op het terrein van de kleine criminaliteit en is langzamerhand bezig in een, op een verkeerd pad te geraken, waar het steeds moeilijker wordt van, om daarmee uit te gaan. Dan kun je zeggen, wij hebben nou eenmaal een mensbeeld, dat maakt dat er in ons ogen niemand verslaafd mag zijn, maar ook. Ik vind dat een nogal bouwde stelling, want ik ben ervan overtuigd dat er geen twee culturen in de geschiedenis is geweest met de mensen en nu niet alleen maar aan stoffen, maar aan activiteiten zo verslaafd waren als de onze en in onze tijd. Want er is ook nog zoiets als een verslaving aan werk. Een verslaving aan niet werk. En dat kan heel goed. Kortom, de gedachte dat de mens ja opeens verslavingsvrij zou kunnen gebruiken maken of in de grond zou krijgen, vind ik een nogal vreemde gedachte die ik eerder zou verwachten in de tijdperk van de 18e eeuw dan nu. Wij weten zeker hoe het met mensen gaat en hoe hun afhankelijkheid niet alleen maar te maken heeft met omstandigheden, maar meer met de menselijke natuur. Wij hebben een noodzaak om ons een zekere discipline eigen te maken, zodat het leven voor ons te voeren is en wij niet alleen maar als driftgang op de golven van de geschiedenis waren. Dat is een mensbeschouwing die in mijn ogen lijnrecht staat tegenover die van het CDA. En die ook daarom lijnrecht, ook, en omdat die lijnrecht daar tegenover staat, ook het principieel onjuist vindt, dat een overheid zou mogen zeggen of iemand het risico van verslaving mag nemen of niet. Wie geeft het andere Nederlander het recht om een ander te verbieden het risico van verslaving te nemen, of zelfs verslaafd te raken. Dat vanuit je menselijke mededogen je het niemand toewenst, dat je je tot het uiterste inzet om het langs de weg van overtuiging te voorkomen, dat je je ook tot het uiterste toe inzet om mensen die helemaal verslaafd zijn de hulp te bieden als ze daarom vragen om van hun verslaving af te komen, à la bonne heure. Maar het strafbaar maken, omdat jij vindt dat een ander die vorm van leven niet zich eigen mag maken, dat vind ik een gevaarlijke stelling. Nu gaat het nog alleen maar om drugs. En straks gaat het misschien om kaarten. Dat was een tijd waarop veel gekochten worden gezien van CDA-gedachtegangen. En dat komt dan misschien ook weer terug. Kortom, het is de eerste stap in de richting waar als je erover nadenkt, eigenlijk een vreselijk gevaarlijke fascistoïde opvatting van de mens gaat. Ik zeg fascistoïde. Maar nu hebben we al een hele beschokking. Waar het tenslotte in de allereerste plaats om gaat, is of het beleid dat wij voeren contraproductief is, of dat het de doelstellingen maatlaat mensen zoveel mogelijk volgen. Eigen opvattingen en zo vrij mogelijk leven wordt bewerkstelligd. Tot nu toe is het eerste helemaal geslaagd. Tot nu toe is dat ook in de geschiedenis nooit eerder geslaagd. En ik begrijp niet waarom niet, waarom de heer Van der Kamp tenminste, niet de les wil leren van doorlegging van de Verenigde Staten. Dat was ook een poging om mensen te behoeden voor het kwaad van dronkenschap. Een andere vorm van verslaving. Het effect ervan was dat
gigantische financiële directie is gegeven aan de maffia. Dat die zich daar in de Verenigde Staten heeft kunnen uitbreiden op een manier waar men nu nog schadelijk gevolgen kan hebben. En dan kan de heer Van der Kamp zeggen, ja, als we die drugs, hij zei gewoon niet legaliseren, maar dat zal ik nooit willen doen, normaliseren, dan zullen ze een andere vorm van criminaliteit van bombele inkomsten aanvoeren. Misschien kan u mij nog even het verschil uitleggen tussen legaliseren en normaliseren. Ja, dat is eenvoudig. Legaliseren betekent dat je het vrij laat. Op dezelfde voet als waarop de handel van dat goed dan ook vrij is in ons land. Dus u wil cocaïne op recept? Nee, dat wil ik niet. Ik wil het normaliseren, dat wil ik dus zeggen. Op zo'n manier het beschikbaar maken dat je niet afhankelijk wordt van de criminaliteit als je het wat krijgt. En in de tweede plaats dat er een regulering plaatsvindt die overeenkomt met die van alcohol en tabak. Dat is een vrij normale gang van zaken in ons land. Maar ik was met het anders bezig en dat wil ik toch graag even afmaken. Het verhaal is bijna langer, nu al. Dan is het eens. Dan kom ik straks wel uit. Voorzitter, laat ik een paar opmerkingen maken richting mijn gewaardeerde opponent. Ja, ik moet u zeggen dat het feit dat gebruiker gecriminaliseerd wordt, dat dat voor mij niet een doorslaggevend argument is. Waarom? Het is voor de man of vrouw buitengewoon vervelend wanneer hij afhankelijk is, hij of zij afhankelijk is geraakt van drugs. Maar om nou te zeggen, in het hele politiek-maatschappelijke debat is het feit dat de gebruiker gecriminaliseerd wordt een overwegende reden om te gaan legaliseren, dat is bij mij, in mijn visie, niet van doorslaggevende betekenis. Om het even heel bout te zeggen, niet gebruik is de beste garantie dat je niet gecriminaliseerd wordt. Ik erken wel de nadelen van het feit dat het betreft een man of vrouw gecriminaliseerd wordt, maar ik vind het geen doorslaggevend argument. Voorzitter, alle uitspanningen van de heer Vlaslav Loon over films en fascisten en dergelijke laat ik graag voor zijn rekening. Het feit dat mensen verslavingsvrij kunnen zijn, en in mijn politieke overtuiging moeten zijn, dat vind ik een na te streven politiek ideaal. Ik heb eerder uitgelegd waarom wij van mening zijn dat de overheid mag normeren. En het aspect wat u daarbij aanstipte van het CDA, respectief de overheid heeft niet het recht om mij van drugs af te houden, dat vind ik een buitengewoon, mag ik nu een keer scherp zeggen, egocentrisch standpunt. Want degene die door de drugs in de problemen raakt, doet wel degelijk een beslag op onze collectieve middelen. Wij zullen toch moeten proberen om de Jellinek, om de hoop, om noemt u ze allemaal maar op. Er wordt in dit land op dit moment 254 miljoen gulden uitgegeven aan verslavingszorg. En wij zouden dat geld voor een groot gedeelte kunnen gebruiken om, laten we zeggen, de problematiek van de allochtone jongeren op te lossen in dit land. En dan maak ik nog een hele nette vergelijking. Dan tot slot dit, voorzitter. Het spijt me te moeten zeggen. Mag ik hier een verzoek geven? Jazeker. Want u hebt het nu ook eens over een keer van zoveel miljoen die niet wel hoeveel kwijt besteed aan het genezen of de zorg van de drugsverslaving. Maar wat dacht u van een hele aantallen grotere miljoenen die wij steken in de vervolging, in de bestraffing, in het gevangeniswezen? Zou het niet beter besteed kunnen worden dan nu? Dat is zonder meer een punt voor u, in die zin dat de huidige drugsproblematiek en het huidige drugsbeleid in de repressieve sfeer absoluut kosten met zich meebrengt. Maar, en ik kom daar zo meteen nog even op terug, ik vind dat een afweging die gerelateerd aan de internationale gemeenschap, gerelateerd aan de positie van Nederland in Europa, gerelateerd aan de politieke stroming waar ik toe behoor, ten gunste uitvalt van zeg maar mijn benadering. Nog even dit. U zegt, het drugsgebruik neemt toe
Dat is absoluut niet waar. Het drugsgebruik in Nederland neemt af. In Nederland? Wij bedoelen ook de Verenigde Staten. Ja. Ik doe aan een steeds jongere generatie. Maar die vraag ga ik u zo meteen stellen. Ik wil allereerst nog iets zeggen, voorzitter, over de stelling namelijk aanbod schept vraag. Uit de onderzoeken blijkt gegarandeerd dat wanneer je met name cocaïne en heroïne vrij zou geven, respectievelijk zou normaliseren, dat het gebruik daarvan toeneemt. Met andere woorden, de grens om te gaan experimenteren en daarmee snel in een afhankelijkheidsrelatie, met name bij heroïne is dat het geval, je bent toch wel na 1 of 2 keer verslaafd, is voor ons reden om te zeggen, bij legalisering krijg je de stelling aanbod schept vraag. Dat even als reactie op de tweede termijn van mijn geachte woorden. Nou ja, ik zal het schrijven, maar even staken en mondeling en verder gaan. Ik wil ook even terugkomen op, ben ik? Nee. Zo, ja. De stelling uit de eerste ronde van de heer Kamp, dat als je de criminaliteit en de drugshandel uit de wereld helpt, die criminelen zich met vrouwenhandel, wapenhandel en dergelijke zullen gaan bezighouden. In de eerste plaats, dat geld waarmee dat nu gebeurt, is in het begin verdiend met drugshandel. In de tweede plaats, onze bestrijdingscapaciteit zou dan beschikbaar zijn om tegen vrouwenhandel en tegen wapenhandel te treden. En dat is 1000 malen meer nodig dan tegen drugshandel. En in de derde plaats, er zijn geen automatismen in het verbreiden van criminaliteit. Diegenen die er helemaal in zitten, zullen niet makkelijk uitkrijgen. Maar als je alternatieve mogelijkheden ziet in de maatschappij, dan is er de aantrekkingskracht van die criminaliteit in die snel verdienen dan andere minder. Kortom, je moet niet, omdat je andere vormen van criminaliteit krijgt, het pakken neer gaan zitten en zeggen, laat die maar toestand maar liever zo blijven, want dan hebben we het met z'n drugscriminaliteit. U zei in de eerste termijn dat de criminaliteit bij legalisatie zal afnemen. En ik formuleer dat tegenover de stelling dat de criminaliteit zich hoogstens zal verplaatsen. Dat is een, speculatie, daar is geen bewijs voor. Ik weet dat dat, vooral in bij degenen die sterke voorstanders zijn van de bestrijding, wordt gedacht. Dat bewijs is nooit geleverd. En het is ook maar, niet. Met alle respect. Het bewijs van uw stelling is in mijn ogen nog utopischer. Nee, mijn stelling is alleen maar dat wanneer je een monopolistische situatie schept voor ten aanzien van die drugsgebruikers criminelen, dat dan die criminaliteit in ieder geval niet meer zal blijven groeien zoals nu het geval is. En dat wij dan geld en middelen beschikbaar zullen krijgen die nu wordt besteed aan de criminaliteit en drugs-related crime voor bestrijding van andere criminaliteit waar we het hard voor nodig hebben. U weet net zo goed als ik dat er voor kleine criminaliteit op het ogenblik te weinig politiekracht beschikbaar is en dat ook het OM overbelast is. Goed, maar dat is tenslotte de hoofdzaak. Hoofdzaak is veel meer hoe gaan wij om met mensen om ze naar ons ideaal hun leven te laten leiden. Ik vind in de eerste plaats niet dat één van onze werkgevers de andere dat doet bedrijven. Dus laat staan te denken om naar mijn ideaal of ideaal van een van te gaan leven. Wij hebben allemaal de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en we hebben hoogstens de verantwoordelijkheid voor het leven van een ander om die andere staat te stellen en best uit zichzelf te halen. Daar zijn we het waarschijnlijk wel over eens. De vraag is alleen hoe bereik je dat op die andere best uit zichzelf halen? En dan zeg ik, we zouden 100 maal meer inspanning moeten steken in de preventie van verslaving. In plaats van in de depressie, zoals nu gebeurt. En de preventie van verslaving begint daar waar je mensen innerlijk tot krachtige, voor zichzelf verantwoordelijke, van besef bedwongen dat zij een eigen ik hebben opvoed. En het merkwaardig is dat in onze intellectualistische samenleving en scholing juist datgene wat daarvoor nodig is, het minst wordt geboefend. En dan bedoel ik dus lichamelijke oefening, handarbeid, kunstzinnige vormgeving. Dat zijn de manieren waarop mensen zo omstreeks hun
12e, 13e, 14e zichzelf leren vinden. En die vormen beginnen te geven aan hun eigen gedrag. Want wat kunnen ze doen? Daar leren ze van direct, niet langs de omweg van een moralist die zegt: ik heb een boodschap voor jullie. En jullie moeten je gedragen zoals ik vind dat de normen in een man moeten zijn. Ja, voorzitter, ik neem kennis van de enorme dramatiek die zo geleidelijk aan de ja, nee, maar dat vind ik een abominum argument. Dat past niet in onze relatie. Nee, maar... Zo zal het zonder twijfel niet doorgaan. Ja. Want ik beloof als het normaal net dan zal ingrijpen, zal hij zijn volgen. Nee, daarom voorzitter, het spijt me wel dat het niet in onze relatie past, maar ik ga er toch mee door. Ja, doe maar. Nee, kijk, ik denk dat je wel op moet passen om op een avond als deze, waarin we praten over het al of niet legaliseren van drugs, om te proberen een totale maatschappijbeeld over zelfontplooiing, kunst, liefde, zwakkeren, allochtone jongeren en dergelijke, dat allemaal bij te slepen. Ja, niet kwaad. En dan is daar dan weer begonnen. En dan mij ook nog, laat me het even afmaken. En dat mij ook nog in de hoed te drukken, althans dat te proberen, dat ik vooral op het moment geen aandacht zou hebben. Dus ik vind dat ik zou graag toch iets scherper op de stelling wat dat betreft willen blijven discussiëren. Voorzitter, twee opmerkingen nog ten aanzien van hetgeen de heer Vlastra van Loon gezegd heeft. Ik vind dat preventie meer aandacht moet krijgen, ben ik het eens. Maar preventie en normaliseren staan haaks op elkaar. Praat met degenen die de preventie in dit land vorm trachten te geven, die zullen zeggen, een beetje ook vanuit mijn eerdere stelling, aanbod schept vraag, dat preventie en normalisering, om even in de woorden van Vlastra van Loon te blijven, dat die haaks op elkaar staan. Tweede opmerking is dat ik dus in toenemende mate mij af begin te vragen waar de heer Vlastra van Loon wil beginnen. Is nu zijn benadering dat hij zegt, wij gaan als enige en als eerste binnen de Europese gemeenschap over tot de normalisering in de hoop dat het Nederlands sprekende deel van België volgt. Gaan wij beginnen met een resolutie in de Verenigde Naties. Ik vind wel dat als u pleit voor normalisatie, dat u, net zoals ik heb geprobeerd bij het handhaven van het huidige restrictieve beleid, praktische elementen moet aanduiden waar u de normalisatie begint. Het feit dat u de heer Clinton belt, zal ongetwijfeld indruk maken, maar niet leiden tot de start van de normalisatie. Goed, als ik goed geluisterd heb, ook van de zijde van de kamp, toch een algemene ervaring. Maar goed, misschien is het wel zo. Laatste antwoord van Vlastra van Loon, daarna krijgt de zaal antwoord, maar toch begrijp ik wat de rekening was. Dubliek. Ja, ik zal het normaal in heel kort houden en ik zal niet op de neiging om mijn overtuiging ook beeldend door actie te laten volgen. Normaliseren betekent onder andere dit, dat het gebruik van drugs de kans krijgt om aan een bepaalde vorm van gemeenschappelijke normen voor het gebruik onderworpen te worden op de manier waarop in onze maatschappij er allerlei normen zijn voor het gebruik van alcohol, van tabak en zelfs voor koffie en thee. Die zijn ingebed in onze maatschappij op zo'n manier dat je een buitenwereld moet zijn om op dat punt over de schreef te gaan een enkele keer of zeker verzorgd te worden. Als ik even een introductie moet plegen, u hebt een buitengewoon eenvoudig beeld van de verslaving aan heroïne. Ik vind het volstrekt een onrecht om de verslaving aan cafeïne te vergelijken met die aan heroïne. Je zou zelfs zo kunnen zeggen dat het verslavingspatroon van alcohol een totaal ander verslavingspatroon is dan heroïne. Maar ik ben het met u eens, beide zijn slecht, maar je mag ze niet op één lijn stellen in de zin van
we kunnen heroïne normaliseren à la cafeïne, om het even scherp te zeggen. Nee, met cafeïne, dat is natuurlijk een beetje vrouwenvergelijking. Iedereen weet dat koffie niet zo verslavend is als heroïne. Ik ook zelfs. Maar het gaat erom dat het gebruik sociaal ingebed kan worden en daardoor een beperking van het gebruik kan opleveren. Die maakt dat mensen er volledig capabel en in staat tot eigen werk enzovoort mee om kunnen gaan. U onderschat de mate waarin dat mogelijk is. Er zijn allerlei mensen die voldoende financiële middelen hebben om zich de drugs aan te schaffen en die daardoor niet in de financiële die goed terecht te komen, die er gebruik van maken op een disciplinaire manier en die hun werk doen zoals ieder ander. Dat zijn uitzonderingen. En het grote gros van de mensen raakt helaas onder het huidige regime wel in dat financiële terecht. Ik wou dat het laatste werd voorkomen en dat er voor het eerst meer ruimte werd geschapen voor de inleiding van het gebruik in de maatschappij. Goed, voor het zaalbellen, laatste lockdown van de kant. Nou, voorzitter, laat ik dit zeggen. Ook mij is bekend dat een aantal rijkere Europeanen, waarvan zich een deel in Amsterdam bevindt, in staat zijn om hun harddrugsgebruik te reguleren. Dat heeft inderdaad te maken met hun financiële positie. Maar ik moet de eerste harddrug gebruikende rijke Europeaan nog tegenkomen. Die dat na een tijdsbestek. Zaan heeft zo dadelijk gehoord. Die na een tijdsbestek van 10 à 15 jaar harddrug gebruik nog normaal functioneert. Goed, maar ik dank tot zover. Ik denk dat de standpunten zo duidelijk zijn dat die niet namelijk tot slot moeten worden samengevat. Ik heb ook niet de indruk dat van de kant af lastig kan worden, althans op dit punt namelijk te draaien. Nog niet. Nog niet. Dus wat vergaande gevolgen voor deze gelegenheid? Vergaande gevolgen voor deze gelegenheid. Oh, dat vind ik mooi. U zei dat mensen niet afhankelijk moeten worden van drugs, daar bent u tegen. Maar u vindt wel dat de overheid mag reguleren en in sommige gevallen zelfs moet reguleren. Als de overheid in deze kwestie nou gaat reguleren, dan vergroot u daarmee tot de autoritaire positie van de overheid en de controle die de overheid heeft op de bevolking. Ja, ik vind dat een verkeerd, de vraag op zich begrijp ik, maar ik vind dat een volstrekt verkeerd beeld van de overheid. Kijk, Glasdraverman probeert mij dat ook een beetje in de schoenen te schuiven en voor de helderheid van de discussie is dat ook heel goed. Maar ik vind dat een normatieve overheid wat anders is dan een repressieve overheid of een onderdrukkende overheid. Het hele Postbus 54 spotjes gebeuren. Dat heeft te maken met een normatieve overheid. Het hele, het meest sprekend volgens vind ik altijd dat condoomspotje. Waarbij in mijn omgeving wordt gezegd, ja hoor even, dat maakt me zelf wel uit. Natuurlijk maakt u dat zelf uit, want u hebt uiteindelijk die verantwoordelijkheid voor uw eigen gezondheid. Maar het feit dat de overheid op een aantal van die maatschappelijke thema's normatief optreedt, een boodschap uitstraalt, een boodschap die bovendien langs democratische weg tot stand is gekomen, dat vind ik als christendemocraat een acceptabele overheid. Ik hou absoluut niet, ik vind trouwens ook dat D66 zich wat dat betreft niet houdt aan de eigen uitgangspunten. Je kan niet praten over een volstrekt neutrale overheid die de burger een absoluut zelfbeschikkingsrecht aanmeet. Dus als u zegt van CDA-politici, u wilt ons wat paternalistisch behandelen op het punt van de drugs, dan hebt u gelijk. Maar ik nogmaals, ik zie dat tot de opvatting van een normerende overheid en vind dat volstrekt legitiem. Toen ik maar niet afdaling van uw verschil tussen normatief en repressie. Wat zegt u? Misschien niet afdaling van mij dat wat uw verschil is, die opvatting tussen normatief en repressie. Vooral met drugsgebruik. Ja. Dan ja. Die hier, dan deze maar eens. Kort antwoord misschien op die vraag, en dan gaan we door en zijn er nog twee. Nou kijk, een repressieve overheid vind ik de manier
waarop Jan Glastra van Loon reageerde op mijn beeld. Van uiteindelijk zullen de politici weer alle films gaan verbieden. Uiteindelijk zullen de politici, mag ik het even in mijn woorden zeggen, hij zei dat niet, maar ik zeg dat nu even in mijn woorden, een stalinistisch kader aanbieden van met dit te doen en met dat te doen en met zus te doen en met zo te doen. Je zou kunnen zeggen het rekeningrijden behoort daartoe. Maar dat is. dat is in mijn ogen dus normatief. En ja, ik mag toch hopen dat het verschil tussen normatief en repressief. Maar het gaat om een verbod van drugs. Ja. Dat is toch ja, dat vind ik repressief. Ja. 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 Er wordt de hele tijd een automatische relatie gelegd tussen drugsgebruik en drugsverslaving. Gezien de enorme bedragen die hierin omgaan en het geringe aantal verslaafden wat problemen oplevert, kun je je afvragen of niet de hele discussie vanuit een verkeerde premisse gevoerd wordt, namelijk dat ieder druggebruik tot verslaving leidt. Ik denk dat het eerder andersom is. De meeste gebruikers raken niet verslaafd. En er is een klein groepje wat problemen oplevert en hulp nodig heeft. En een ander probleem wat je hebt, dat is dat de drugsbestrijding, hè, dus eigenlijk net zoals we witte illegalen hebben, hebben we ook witte drugs gelden. Dat is zo'n groot blok geworden met politie en officieren, advocaten en weet ik veel wat, dat ook een overweging is. Niet zozeer een filosofische overweging, maar wel een blok waar je tegenaan stuit als je tot legalisering zou willen komen. Het zijn twee aparte dingen. Ja. Het eerste is niet, drugsgebruik is niet noodzakelijk probleemgebruik. Ja. En het tweede is dat in de discussie tot legalisering of normalisering er een hele sterke tegenkracht is vanuit de legale wereld voor hun eigen belangen en niet gericht op drugs aan zich. Wie wilt u dat hierop antwoorden naar aanvang van de kant? Ja, dat is een beetje moeilijk. Het is gewoon een discussie. Beginnen en dan vast ervan aan. Kijk, voorzitter, ik zal de eerste zijn om toe te geven dat er drugsgebruikers zijn die ermee om kunnen gaan, om het zo even uit te drukken. Ik heb voldoende kijk op het gebeuren, denk ik, dat ik het of met u eens kan zijn dat een aantal mensen niet verslaafd raakt, maar zeg maar stabiel gebruikt. Maar mijn invalshoek is nu juist, dat het risico dat je wel verslaafd raakt, maar met name ook zeg maar het gebruik bij 14 tot 18-jarigen die zeg maar nederbiet superskunk gebruiken met een THC-gehalte wat zich beweegt rond de 12 tot 15 punten, die een polydrukgebruik zich aanmeten zeg maar bij het uitgaansleven, dat ik zeg die risico's zeker ook bij mensen met potentiële schizofrenie zijn zo groot dat de overheid daar normatief in moet optreden. Maar nu argumenteert u voor meneer Van Loon, want daar helpt normalisering veel beter dan criminalisering natuurlijk. Goed, geef u het woord aan Pastor Van Loon. Nee, ik bedoel dus dat dit argument ten mijn behoefte. Deze. Er werd gezegd dat als de drugscriminaliteit niet meer bestreden hoeft te worden, de Europese gewone werkloosheid zou ontstaan. Nou, ik verzeker u, er is in Nederland nog zoveel andere criminaliteit dat onmiddellijk tot een verhoging van de werkgelegenheid zou kunnen leiden. Nou, voorzitter, misschien mag ik daar wat op zeggen. Ik ben op zich best gevoelig voor het element dat wat wij nu in Nederland de witte maffia noemen, hè, dus de verslavingszorg, dat die met die 254 miljoen aan het werk blijft. Ik zie dat punt wel. Ik zie ook wel het punt dat een gedeelte van onze gevangenisbevolking drugsgerelateerd is. Het zijn voor mij geen elementen om te zeggen van onzin, beweeg maar weg. Maar in het afwegen die je dan maakt om normen. Ja, het is duidelijk, de standpunten zijn niet echt verschoven, maar was toch wel weer een vruchtbare discussie. Zeker voor de studenten van het dispuut Althusius, die de heren Van de Kamp en Glaster van Loon weer eens tegenover elkaar konden zien. Een interessant drugsdebat. Excuses voor de vrij matige geluid.